Bussum krijgt een tweede watertoren. Niet van steen, maar één van Lego. Ja, zoveel mogelijk details en kijken of we de Bussumse watertoren met het pand erachter zo realistisch mogelijk kunnen nabouwen op Lego-formaat. Dennis de Vos verhuisde 2 jaar geleden naar het Gooi. Toen hij de Bussumse watertoren zag, maakte zijn Lego-hart een klein sprongetje. Kijk je er tegenaan en dan zie je de uitdagingen die daarin zitten. Om de toren te maken rond, terwijl Lego allemaal vierkant is. Glas en dergelijke erin. Ja, dit is hoe die moet gaan worden. Maar alleen dan klein op Lego minifigure schaal, inderdaad. Een team van fanatiekelingen werkt hard om de watertoren zo realistisch mogelijk na te maken. Ja, we zijn al goed bezig, maar nog zeker niet klaar. En zijn er dingen waar je tegenaan bent gelopen die je echt lastig vond? Het betegelen van de toren, daar zijn we nu mee bezig. Dat is nog wel een probleem, maar het gaat vast lukken. Hoeveel stenen gaan erin zitten? Exact weet ik het niet, maar dat zal, uiteindelijk tussen de 40.000 en 50.000 stenen zijn. Klinkt als heel veel stenen. Dat klinkt als redelijk veel stenen, ja. Dennis verwacht dat de toren voor de zomer af is. We zijn nog wel even bezig, maar aan de andere kant zie je ook nu dat heel veel van die uitdagingen al uitgekristalliseerd zijn. Dat het nu ook vooral gewoon bouwen is en dat gaat best wel hard. Kun je dit nou nog een hobby noemen? Ja, natuurlijk. Alles wat je met passie doet is eigenlijk een hobby. Ja, zeker.